Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 81 hier in de Verenigde Staten. Heb jij de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje, klik daarop en natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal, wil je dan alsjeblieft even abonneren voor meer F1 2020 My Team Career Mode content. En binnenkort ook F1 2021 Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van de Verenigde Staten natuurlijk. We zijn aanbeland bij Q1. Geen regen voorspeld. De laaghangende zon kan misschien wat voor irritaties opleveren bij de kwalificatie. Kijken of wij door kunnen komen naar Q2. De eerste bocht nemen we wat voorzichtig. Dus daar hebben we denk ik wat tijd verloren. En die moeten we nu allemaal zien goed te maken in sectors 2 en 3. Dan zijn we aanbeland bij start finish zometeen. Ziet hier iets te ver door. DRS wel geopend en het is een P2 op 14e van Max Verstappen volgens mij. Het is inmiddels een P12 geworden en het is niet goed om door te kunnen komen naar Q2 toe. Dus we moeten het opnieuw gaan proberen en kijken of we van die P12 misschien een P8 kunnen maken voor zekerheid. Want ik denk allemaal dat jongens 8 mij nog een keer ervoor gaan zitten. En als we uitblijven, dus buiten blijven, naar de pitstraat inrijden, dan zijn we sowieso de klos. Matsushita houdt hier ons gewoon een beetje op, wat vrij irritant is. Missen ze daardoor wel mijn apex, maar het is een P11 geworden, een positie gewonnen. Dat is mooi om te zien en ik hou nu hier dan dus eventjes Matsushita op, wat hij ook bij mij deed. Gewoon even langzaam vertragen. We zijn aanbeland bij Q2 op de soft banden. Ik denk ook dat Lando Norris dat doet. Eerste bocht nemen we wat te ruim. We konden die lijn wat strakker aansnijden. Ze hebben daar misschien een tiende verloren. We staan op dit moment op een P6, Albon op P4 met een 1.30.5. Wij krijgen een track limits waarschuwing aan onze broek. Schiet hier ook door. Nemen net niet dat DRS bordje mee, maar het is een P1 met een 1.29.9. We zijn aanbeland bij Q3. Het laatste deel van de kwalificatie is dus begonnen. En hier moet het dan om gaan draaien. Wij moeten dus gewoon de pole position pakken. Maar vergeet Lando Norris niet. Die kan er ook wat van. Eerste bocht nemen we heel goed. Mooi geremd naar die eerste bocht toe. Die is heuvelopwaarts. Dus het kan zijn dat daar meestal een linker voorwiel blokkeert. We krijgen een track limits waarschuwing aan onze broek. En dat is nog steeds een P2 op een tiende van Max Verstappen. Dus we komen nog tekort. Aanbeland met onze laatste run in Q3. Norris pakt voorlopig de pole position. En wij moeten er dus voor gaan zorgen dat dat anders loopt. Eerste bocht nemen we uitstekend. Dit keer wel goed. Groen bij de delta, dat is mooi om te zien. En de vraag is, wordt dit dan ook de pole position? Paars in sector 1, 3 tienden sneller dan onze vorige beste tijd, maar iemand heeft zich verbeterd in sector 1. We komen aan bij startfinish en dat is de pole position met een 1.28.3. Dat is goed om te zien. Maar Norris is sneller, 18.000ste. Norris pakt de pole position, wij dus naar P2, Hamilton naar P3, Verstappen verrassend naar P5.
En Hamilton dus naar P3 toe. Vettel goed naar P4. Dat doet hij uitstekend in een Ferrari. Jammer, maar helaas. Een P2. Nou, we gaan het zien voor de grote prijs van Amerika. Voor carrière aflevering 81. Here we are then in one of the fastest growing cities in the United States, the fabulous Austin in the great state of Texas. The circuit itself, 14 miles southeast of the city center and home to the US Grand Prix since 2012. The latest in a long list of iconic tracks to have that honor. We're racing today then in Travis County, Texas, around the 20 corners of the wonderful Circuit of the Americas. We'll be reaching speeds of around 200 miles an hour, and there are plenty of good opportunities to pass, especially through the two DRS zones into turn 1 and the very long back straight into turn 12. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about the professor. What a season they've had. A well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and will start from pole position. And the professor completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Vettel, Max Verstappen and Kvyat, Gasly, Leclerc, Magnussen and George Russell, Sainz, Ocon, Alexander Albon and Stroll, Giovinazzi, Latifi, Nick de Vries and Sergio Perez, Matsushita, Delatraz. They've taken a grid penalty. Ireland and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down... Some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. We starten dus vanaf een P2 voor ons Lando Norris. Soft hard is de strategie, maar daar kunnen wij soft medium van maken als we gewoon wat langer doorrijden dan normaal. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 81 hier in de Verenigde Staten. We starten vanaf P2 voor ons Lando Norris. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Lando. Zit al gelijk aan zijn binnenkant. Kan er niet voorbij. Want we remmen hier diep naar onze 10 minuten in. En kan niet insturen. En de leiding hebben wij mooi veroverd in de eerste bocht. Dat is goed om te zien. Zo moet dat dus. En nu kunnen we dus even rustig aan gaan doen. Fiat profiteert gelijk mee en is naar P2 gegaan. Norris dus twee plekken verloren. Wij dus een plekje gewonnen. Schiet hier een klein beetje door, maar het is niet erg. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als er een nieuwe strategie beschikbaar is op de MFD. Om in ronde nummer 12 naar de medium band te gaan. We gaan dus voor een 1-stopper. Niet voor de harde band, maar voor de medium compound. En een paar ronden later dan gepland. Groen is sector 1. Groen in sector 2. Ik weet niet wie het snelste raceronde punt in handen heeft. Maar ik denk dat daar zometeen verandering in komt. Daar zit dan Kvyat te kijken en blokkeert zich. Want hij plaatste een aanval en wij moesten daar even achterlangs kruisen. En hij blokkeerde beide banden. Schiet hier ook een klein beetje door. Raakte Kvyat, want we waren de auto daar kwijt. Maar Kvyat ving ons op. Dat was een soort van levend... springkussen eigenlijk. En is daardoor dus geel vanwege Danny Kvyat. Die moet ook naar binnen. En Norris dus naar P2. Schiet hier een klein beetje door. En Norris kan kijken. Hé, maar Lando duikt naar binnen. Lando Norris gaat naar binnen.
voor een vroege pitstop. En wij rijden gewoon mooi door. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Als Max Verstappen achter ons rijdt. Ja, maar een beetje te laat. Ziet hier een klein beetje door. Verstappen kan kijken. Maar wij verdedigen heel scherp. Dat is goed om te zien. En Kevin Magnussen is naar P3 gegaan. Er zijn nog 18 rondes te gaan. En ook Verstappen duikt naar binnen. Kevin Magnussen duikt ook naar binnen. Charles Leclerc duikt naar binnen. En ik denk ook Carlos Sainz. Yes, dat zeg ik goed. Die gaan allemaal naar de harde band volgens mij. En wij gaan gewoon nog een paar ronden door. Om dan zometeen naar die medium compound te switchen. Lando Norris zet de snelste tijd in met een 1.32.4. Dus ronde nummer 12. En we komen naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan dus naar de medium compound. En Norris gaat dus aan de leiding. Stroll op P3. Verstappen op P4. Vettel op P5. En wat wordt onze pitstoptijd? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Of die snel is of niet. Die is niet snel. 3,2 seconden zelfs. Dus een hele veilige pitstop. En daarmee verliezen wij een positie aan Lando Norris, Lance Stroll en Max Verstappen. We komen terug op P4. Maar hebben wel de versere banden op onze auto zitten. En een compound zachter dan Verstappen. Dus daar moeten we eigenlijk gewoon sowieso naartoe zien te rijden. En gelijk een aanval kunnen plaatsen. In diezelfde ronde remmen we extreem laat naar de Nederlander. Blokkeren onze linker voorband. En schieten daar gewoon een beetje rechtdoor. Maar we zetten de druk er volop bij Verstappen. Zoals hij dat ook deed bij Hamilton in Frankrijk dit weekend. Dat was pas mooi. Hier in de game is het andersom. Landgenoot tegen landgenoot voor het podium in ronde nummer 13. Kunnen we hier dan een aanval wagen? Stroll gaat de boel daar ophouden. Verstappen verdedigt. Maar wij kijken mooi naar de buitenkant toe en zijn er voorbij. Stroll dook ook gewoon mooi naar binnen. Dus dat was een mooie timing voor ons om Verstappen gelijk te passeren. En Lando Norris leidt nu gewoon de wedstrijd. De voorsprong is 6,4 seconden. 6,1 seconden nu. En we zitten op de helft van de grote prijs. We zitten in ronde nummer 15. Daar gaan we dan dus nu in. En we pakken dat snelste raceronde af van Lando Norris. Dat is alleen maar goed, want zo krijgen we een extra punt erbij als we zo finishen. Maar Norris moet nog naar binnen en wij niet meer. Wij gaan gewoon de wedstrijd hierop uitrijden met nog 13 rondes te gaan. We hebben Verstappen ook op 2,1 seconde gereden. We zitten in ronde nummer 20 en Lando Norris is naar binnen geweest voor de mediumband. Heeft gelijk Kevin Magnussen te grazen genomen en is naar P4. Want Magnussen is dus nu ook uitgevallen, blijkbaar. 0 punten voor de Deen in zijn Alfa Tauri. Dat is best wel pijnlijk voor het team, want Kvyat remde zich in het begin van de wedstrijd. En nu valt Kevin Magnussen uit. En we gaan de ronde nummer 21 alweer in. We zijn 17e langzamer. Het gat naar Verstappen is 4,7 seconden. Dat is best wel groot. Maar Verstappen rijdt ook op een hardere band. Vettel ook op de harde band. Norris dus naar de medium compound. Want die is van soft naar medium gegaan. We gaan zo meteen ronde nummer 26 alweer in. En dan is het de vraag of Verstappen dichterbij komt. Nee is het antwoord. Nog twee rondes te gaan in de wedstrijd en dan zit deze grote prijs er al weer op. Dan gaan we ons voorbereiden op Mexico, daarna Brazilië en dan Abu Dhabi. En dan sluiten we F1 2020 My Team Remote officieel af. Dan is het boek gesloten en gaan we ons voorbereiden op F1 2021. Kijken wat dat gaat worden. Ik hoop dat ik dan wel voldoende tijd heb om te uploaden. Zo niet, dan kan je van mij ook niet zoveel video's verwachten. Maar ik probeer gewoon mijn best te doen.
Ja, en zo niet, ja, dan moet ik maar een weekje wachten, vind ik. Want YouTube is niet mijn leven. Ik doe het gewoon voor plezier. Het is mijn hobby. En ik vind het gewoon leuk om te doen. Het gat naar Verstappen is 7,3 seconden. We gaan de laatste raceronde alweer in. Norris met dat snelste racerondepunt betekent dat wij mooi het extra punt erbij scoren voor het team ook. Dus dat is alleen maar goed. Eigenlijk zijn we al wereldkampioen bij de coureurs en de constructeurs. We schieten dat een klein beetje door, maar het is geen probleem. Verder naar mijn verhaal. We zijn dus kampioen bij de constructeurs en de coureurs. Dus dat is eigenlijk al definitief. Dus deze wedstrijd konden we gewoon op safe spelen. Maar ik wil graag dat wij gewoon wedstrijden gaan winnen. Dat is alleen maar het doel. We zijn bij het einde van de grote prijs benaderd. Verstappen gewoon naar P2. Die pakt het podium. Norris mooi naar P3. Jammer, want hij vertrok vanaf P1. Wij dus naar P1 dus. Vertrok vanaf P2 met een bijzondere strategie. Een eenstop deden wij. En dat gaan we gewoon vieren met het team. En gaan we ons lekker voorbereiden voor de volgende wedstrijd in Mexico. And with that, another year of Formula One draws to a close. And the new World Drivers' Champion is declared. Another entry added to that prestigious list of the sport's most incredible drivers. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I'd say it was down once again to good, consistent driving. Nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Hierbij dan dus de uitslag, wij winnen dus de wedstrijd. Verstappen naar P2, Norris naar P3, pakt ook het snelste racepunt, dat is goed. Vettel en Leclerc naar 4 en 5. En Verstappen krijgt driver of the day. Hamilton 6, Sainz 7, Albon 8, Russell 9 en Kvyat 10. Beide kampioenschappen eigenlijk al gewonnen. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt, heb je genoten, benoemd dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal, wil je dan alsjeblieft abonneren voor meer wekelijkse F1 20 My Team Creamed content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van me mist. Like video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even sociale media, mijn gebruikersnaam vindt in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Creamed. Gaan verder in Mexico.